De overgang naar Schipper is voortgekomen uit het feit dat mijn vader zou gaan stoppen dit jaar. Hij deed eigenlijk alle administratie. En ik zelf was daar totaal nog niet mee bezig. En we zochten toch echt wel wat meer inzichten voor mij om op een meer eenvoudigere manier te kunnen zien waar of dat wij mee bezig zijn. Ik zag voornamelijk de behoefte bij GBG dat zij inzicht wouden hebben in hun eigen administratie. Met het overnametraject gaat er heel veel ervaringen en kennis weg vanuit de vader. Chris zelf wou meer inzicht hebben in hoe lopen de afdelingen. En wij willen uiteindelijk management informatie laten zien wat daarop inspeelt. En wij zijn toch wel iemand die echt dagelijks op de cijfers zitten. En ja, dat was met ons vorige pakket eigenlijk gewoon niet mogelijk. Een voorbeeld is dat Chris de eerste dag van de maand wel eens opbelt om te vragen, heb je al gekeken naar de cijfers? Dan gaan we eigenlijk praten over het bedrijf en dat maakt het ook zo leuk. Het gaat leven, de cijfers gaan echt leven. Voor mij is het heel belangrijk om te zien, wat doen we met welke afdeling? Waar moeten we bijsturen? Wat kunnen we even laten rusten? En waar kunnen we uiteindelijk ook de investeringen op in gaan zetten? Ja, wat mij echt drijft is uiteindelijk de MKB-klant, die vaak heel praktisch is ingesteld, verder te helpen met hun bedrijfsvoering uiteindelijk. Vaak zijn het de administratieve processen eromheen, is voor hun lastig, niet hun core business. En ik probeer daar wel een draai aan te geven dat ze uiteindelijk verder kunnen gaan met hun core business, want dat is het belangrijkste.